Ja, de traditionele kijk op wat is er zo goed aan meditatie. En dat is dus eigenlijk aansluit bij wat wetenschappers tegenwoordig allemaal zeggen over de hersenen. Maar de Boeddha had het niet over de hersenen, die had het over de geest. Nou, dat is een beetje een woord dat je in het Nederlands niet echt veel meer gebruikt. De geest. Wat bedoelen we nou eigenlijk met de geest? Kunnen jullie dit zien? Ja. Ja. Nou, we hebben het al gehad over de middenruimte de vorige keren. Ik zal niet zoveel herhalen vandaag, want ik heb sowieso de neiging om mezelf te herhalen. Dus ik zal niet te veel herhalen van de vorige keer. Dus als we het bijvoorbeeld over de geest hebben, dan weten mensen vaak niet zo goed wat je daarmee bedoelt. Hè? Je ziet heel veel boeken over boeddhisme spreken over de geest. Het ontstemmen van de geest. Het ontwikkelen van de geest. Het ontwikkelen van compassie in je geest. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Nou, daar ga je er eigenlijk vanuit dat de geest iets anders is dan de hersenen. Het is eigenlijk een boeddhistisch standpunt. En de Boeddha zelf die vergeleek de geest wel met... de relatie van geest en lichaam met een grot waarin iemand woont. Je zou ook kunnen zeggen een huis. Ik weet niet exact waarom hij juist de metafoor van de grot heeft gekozen. Maar het zou kunnen dat een huis een wat gesloten aard heeft. Terwijl een grot, daar kun je altijd weer uit. Ik weet niet. Maar het is in ieder geval zo dat we in het boeddhisme niet het lichaam of de hersenen zien als de geest. Maar dat de hersenen een realiteit hebben naast de geest. Soms zie je ook in meditatie, oude meditatieteksten, zie je dat men spreekt over de geest als een bol. Als een sfeer. In de Thaise taal zie je dat ook nog steeds terug. Dus in de Thaise taal wordt ook wel gesproken over de geest als een sfeer. Dat is heel gebruikelijk in de Thaise taal. Dus in de Thaise taal zie je dat men bijvoorbeeld spreekt van als je het hebt over de geest, spreekt men over duangjit. En dat betekent dus letterlijk de sfeer van de geest. Of de bol, de sfeer, de bol van de geest. En je zegt ook dat... je spreekt ook over de geest als een sfeer, als een soort van verwijzing naar. Dus je zegt bijvoorbeeld... Jit doe me, en dat wil dus zeggen... Deze geest. En dus eigenlijk heb je het over diezelfde doorn, diezelfde sfeer, diezelfde bol. Maar ja, we weten natuurlijk allemaal niet exact hoe onze geest eruit ziet. Dus hoe kan het zijn dat mensen dat vroeger wel wisten? Is het mogelijk? Er is natuurlijk wel wat wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat er zoiets is als een bewustzijn dat losstaat van het lichaam. En dat zie je bijvoorbeeld terug in het onderzoek naar bijna doodervaringen. Maar ja, dat wordt niet echt serieus genomen door de mainstream wetenschap. Ik ga hier even wat sneller doorheen. Wat zegt de Boeddha nu eigenlijk over de geest? De Boeddha die zegt dat de geest dus iets is dat losstaat van het lichaam. Maar dat de geest een vervelende neiging heeft om altijd ver af te dwalen. Want we zoeken plezier, we zoeken afleiding, we zoeken een zeker geluk. En dat vinden we niet. Dus we dwalen af, we springen van de hak op de tak als een soort van aapje. De traditionele vergelijking. Die voortdurend op zoek is naar iets. Maar net zoals een aapje die heel snel heen en weer springt, toch altijd maar op één tak tegelijk is. Zo zou je kunnen zeggen dat we eigenlijk ook in onze geest, altijd maar op één plaats tegelijk is, maar heel snel. Zo, dat omschrijft de Boeddha als zwerft eenzaam rond. Dat wil zeggen,
dat de geest eigenlijk altijd op één plaats tegelijk is. Dat is een beetje metaforisch, poëtisch gezegd. Dus eenzaam rondzwerven wil zeggen dus dat je niet aan twee dingen tegelijkertijd kan denken. Ook al voelt het soms zo dat wij heel veel dingen tegelijk denken. Maar als je heel diep kijkt, dan is je geest eigenlijk, je aandacht is eigenlijk op één ding. Maar heel snel verplaatst het zich. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat we daarmee keuzes kunnen maken. Ofwel, als je moeilijkheden ervaart, dan richt je op frustratie. Ofwel, je richt je op geduld. Als je boos wordt op iemand, dan richt je op die boosheid. Of je richt je op tolerantie en misschien zelfs vergeving. Als je behoefte hebt aan heel veel dingen die je eigenlijk niet echt gelukkig maken, kun je daarop focussen, maar je kunt je ook op tevredenheid focussen. Je hebt keuzes die je kunt maken in je leven en het is ook dus zo voor meditatie. Je kunt ofwel je aandacht naar binnen richten, ofwel naar buiten loslaten en dan springt het aapje voortdurend rond. Maar het is best wel moeilijk, zoals we allemaal wel eens ervaren hebben, om je aandacht voortdurend naar binnen te richten. Of laat ik het goed zeggen, voortdurend met je aandacht hier in het hier en nu te zijn. Dat is ook iets wat de Boeddha zelf ook erkent. Hij zegt ook, de geest is moeilijk te beheersen of te bevatten. Dus het is wel een uitdaging. Maar het is wel mogelijk. Waarom is het zo belangrijk om te leren de geest te oefenen, volgens het boeddhisme? Want dat is eigenlijk de hele essentie van meditatie. Je oefent de geest. Wat is daar zo belangrijk aan? We spreken in het boeddhisme ook wel van de innerlijke smetten. Dat noemen ze ook wel in de oude taal van India, kilesa of klesha. De vergiften of de smetten of de innerlijke onvolmaaktheden. In het gewoon Nederlands zou je het kunnen omschrijven als negatieve emoties en onrealistische percepties. Traditionele vergelijking is van een plas met modder. Wat eigenlijk lijkt alsof het een hele heldere plas van water is. En als je er ineens instapt, dan zie je ineens al dat modder naar boven komen. En dan is het ineens een hele troebele plas geworden. Dus eigenlijk zie je dat wanneer we onrustig zijn, wanneer we dus eigenlijk niet op een wijze en geduldige manier reageren op onze uitwendige omgeving, dat er dus allerlei dingen naar boven komen. En we merken dus dat we daardoor de wereld niet zien zoals ze werkelijk is. Nou, ik ga dit eventjes eventjes aan voorbij. En dit zijn ze dan, wat we noemen de innerlijke smetten of de innerlijke vergiften, wordt ook wel gezegd. Maar je kunt ook gewoon zeggen negatieve emoties en onrealistische percepties. En sommige boeddhistische teksten omschrijven ze ook wel als de vijanden van de mensheid of de ziektes van de mensheid. Klinkt een beetje hard. Maar wat daarmee eigenlijk wordt bedoeld is dat we eigenlijk wel eens de neiging hebben om altijd te denken dat de dingen buiten ons doen lijden. En wat we eigenlijk hier zien is dat deze zaken ons doen lijden en dat de dingen buiten ons, we kunnen wel proberen ons leven goed in te richten en zo, maar dat begeerte, haat en verwarring de voornaamste oorzaken zijn dat we lijden. En aan de andere kant, als we rust, helderheid en kalmte en ook geluk ervaren, komt dat omdat deze drie in onszelf minder sterk worden. En dat tegenovergestelde kwaliteiten, bijvoorbeeld geduld, vrijgevigheid, liefde, dat we die dus ontwikkelen. Begeerte, nou, dat is dat je iets verlangt wat je niet vooruit helpt. Haat is duidelijk en verwarring is dat je de dingen niet ziet zoals ze werkelijk zijn en daardoor ook gestrest raakt of juist depressief, verdrietig, al deze zaken.
En het kan ook zijn dat het te maken heeft met arrogantie of juist dat je op jezelf neerkijkt. Verwarring is dus niet de dingen zien zoals ze werkelijk zijn en alle reacties daarop. En de Boeddha die zegt daar dus ook over dat deze drie, als we dus onze geest verkeerd richten, of als onze geest, ons bewustzijn, onze aandacht, als we die niet op de juiste manier oefenen, dat we eigenlijk daarmee onszelf meer kwaad doen dan dat iemand anders dat zou kunnen doen. Dus zelfs je grootste vijand kan je nog niet zoveel kwaad doen, zoveel pijn doen, als je niet goed zorgt voor je geest. Het omgekeerde geldt ook. Dat heb ik hier niet geschreven. Maar er is ook een tweede vers, wat hier niet staat, waarin staat dat zelfs onze beste vrienden ons niet zo gelukkig kunnen maken als onszelf. Dus als we onszelf gelukkig maken, gaat het veel dieper dan dat mensen om ons heen dat kunnen doen. En eigenlijk is dit simpelweg de hele verklaring van waarom het zo belangrijk is om voor je innerlijke zelf te zorgen. Nou, dan komen we tot het volgende deel, dat eigenlijk het heel positief nieuws is. Namelijk dat meditatie nuttig is, ondanks dat we heel best wel moeilijk is om je eigen geest te oefenen, te temmen, misschien zelfs wel een beetje onder controle te krijgen, dan heb je eigenlijk ook nog wel het positieve nieuws. En dat staat ook in de traditionele teksten, zoals bijvoorbeeld de oudste teksten, de sutta's, er staat ook in dat we van nature, van binnen, helder zijn. Dus dat we eigenlijk allemaal in onszelf die mogelijkheid hebben tot ontwaking, tot helderheid. En dat we dat gewoon niet weten, omdat we dat niet direct ervaren. Maar dat die helderheid wel verborgen is in onszelf. En dus juist doordat we negatieve emoties ons soms in de weg zitten, merken we dus niet dat we eigenlijk ook een hele heldere en positieve kant in onszelf hebben. Het leidt een beetje tot een hele oude discussie, namelijk zijn we van nature goed of slecht? Dat kan ik wel. Dat is een hele moeilijke discussie, maar je kunt in feite wel zeggen dat het boeddhisme daar niet een duidelijke mening over heeft, omdat eigenlijk het boeddhisme zegt gewoon we zijn wat we doen. Dus het gaat niet om wat je van nature bent, het gaat erom dat wat je vaak doet, dat word je. Dus het klinkt een beetje als een cliché zelfhelpboek frase of een soort van Chinese cookie cliché zin. Maar het is wel heel essentieel in het boeddhisme. Dat het idee dat je als je iets vaak doet, vaak herhaalt in jezelf, wat je denkt, wat je doet, wat je zegt, dat dat op een gegeven moment deel wordt van jezelf. En dat geldt dus ook voor meditatie. Ik heb me laten vertellen dat het Tibetaanse woord voor meditatie, dat ook letterlijk betekent gewoonte. In het Thais heb je ook wel vergelijkbare woorden. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal in het boeddhisme, waarom meditatie zo wordt aanbevolen. Omdat dat je eigenlijk ziet in het boeddhisme, dat het heel belangrijk is om te realiseren dat al het lijden in feite in jezelf begint en ook al het geluk. En dat je daar dus beter mee om kunt gaan, dat je dus jezelf gelukkiger kunt maken doordat je de capaciteit om gelukkig te worden, meer geconcentreerd te zijn, helderder, gelukkiger, vrediger, dat je dat kunt oefenen. Er is wat discussie onder gezondheidsexpert wat nu eigenlijk mentale gezondheid inhoudt. Maar mentale gezondheid
is iets wat door mensen anders wordt gedefinieerd. Sommige mensen zeggen mentaal gezond wil zeggen dat je geen ziektebeeld hebt, dat je geen ziektebeeld hebt, dat je dus geen, ik noem maar wat, geestesziekte hebt of geen hersenziekte, ja, dus beide niet. Dan noemen we dan mentaal gezond. Maar het gaat eigenlijk verder dan dat. En zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie erkent dat geestelijke gezondheid, mentale gezondheid, dat dat meer is dan alleen geen ziektes. Maar ze zijn er niet zo duidelijk in. Ze gaan er niet echt veel verder in. Als je kijkt naar de definitie van geestelijke gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie, dan zeggen ze eigenlijk gewoon iemand functioneert goed. En iemand functioneert goed, dat zegt eigenlijk helemaal niks. Het is net als dat je zegt van nou, een apparaat werkt goed. Maar dat zegt niks over de aard van het apparaat of waarom het goed werkt. Dus daar hebben we niet zoveel aan. Maar in het boeddhisme is er dus wel een definitie van geestelijke gezondheid. En dat is juist de concentratie. Juist de concentratie wordt ook wel geschreven als samma samadhi. En het woord samadhi, dat komt misschien wel enigszins bekend voor diegene die wel eens yoga heeft gedaan. Samma samadhi. Samma samadhi. Samma is hetzelfde woord wat we net gebruikten als mantra. Misschien kun je dat nog herinneren. Zojuist gebruikten we dat. En dat betekent juist. Of volkomen. En samadhi betekent de concentratie of de bundeling van je aandacht. Dus eigenlijk is dat het hele idee van het boeddhisme, is dat je alleen van binnen gezond kan zijn als je leert je aandacht aan één ding te wijden. Dat wil niet zeggen dat het altijd verkeerd is als je meer dan één ding doet. Hè? Sommige mensen hebben een beroep waarbij je soms meerdere dingen tegelijkertijd moet doen. En het komt natuurlijk in het moderne leven heel veel voor dat we ons gezinsleven en ons werk, arbeidsleven, dat we dat een beetje moeten gaan met elkaar moeten in evenwicht houden. En ja, iedereen doet wel iets meer dan één ding tegelijk tegenwoordig. Behalve misschien sommige monniken. Maar dat is niet wat hier wordt bedoeld. Wat het hierover gaat, is dat je een onverdeelde, diep in jezelf, een soort, dat je met een helder licht de dingen kunt bekijken. Zelfs al doe je meer dan één ding tegelijk. En die concentratie is dus niet hetzelfde als de concentratie waarbij je heel veel inspanning doet. De concentratie van meditatie is heel zacht, natuurlijk. En daarmee geeft het je energie en neemt het geen energie van je af. Dus als je zult merken dat je als je heel lang zit in meditatie, dat wat je dan wel voelt is dat je misschien wat meer pijn hebt in je knieën of zo. Maar je wordt er niet geestelijk moe van. Het is niet zo dat je bijvoorbeeld 7 uur, noem maar wat, als je een aantal lange periode mediteert en dat je dan ineens, oh, ben helemaal uitgeput. dan doe je iets verkeerd. Dus meestal is het zo dat meditatie ons, als je het op de juiste manier doet, dat het je energie geeft. Dus het is niet helemaal hetzelfde als concentratie zoals je het meestal definieert in het Nederlands. Zoals je dat meestal begrijpt in het Nederlands. Maar het is dus wel de manier waarop het meestal wordt vertaald. Concentratie is dus hoe we in boeddhisme eigenlijk geestelijke gezondheid definiëren. Dus daarmee komen we dus eigenlijk tot de conclusie dat alle dingen in het boeddhisme, alle dingen die de Boeddha heeft onderwezen, alles wat we het boeddhisme noemen, gaat er uiteindelijk om van binnen gezonder te worden. En daarmee kun je ook de ander helpen. Je kunt er niet voor de ander zijn als je niet van binnen eerst jezelf gezond maakt. En dat hele pad, het pad van het boeddhisme, of je nu spreekt over de boeddhistische ethiek, hè, de morele kant van het verhaal, of je nu spreekt
over de wijsheid van het boeddhisme, alle diepgaande wijsheden. Alles komt erop neer dat je jezelf van binnen weerbaarder, sterker en daarmee ook van binnen meer geconcentreerd en helder maakt. En er zijn heel veel manieren waarop je dat kunt omschrijven, maar de traditionele definitie is dus juist de concentratie. Dus dat eigenlijk het hele verhaal in het boeddhisme is dus van waarom mediteren we? Omdat het ons van binnen gezonder, sterker en meer geconcentreerd maakt. En daarmee kun je dus ook beter omgaan met die negatieve emoties en onrealistische percepties. En ze zelfs overstijgen. Je zult merken dat die minder vat op je hebben. En het hele idee van ontwaking, verlichting in het boeddhisme gaat dus om het ideaal dat je die begeerte, haat en verwarring in jezelf kunt overstijgen. En dat je dus merkt dat zeg maar de onkruid in de tuin, dat die eigenlijk steeds minder een rol speelt en dat er alleen maar mooie bloemen in de tuin zijn. Maar dat kun je dus niet forceren. Wat we in meditatie zo heel duidelijk merken, als je een vervelende gedachte hebt, hoe verder je hem wegdrukt, hoe harder die terugkomt. En dat is de hele aard van onze geest. Dus we kunnen onze negatieve emoties niet wegstoppen. Maar we zijn er. We laten die negatieve emoties ook zijn. En op een gegeven moment, dan, omdat je er niet de hele tijd achteraan loopt, dan is het gewoon op een gegeven moment is het uitgeput. Dan voed je het niet meer. En dan is het uiteindelijk, heb je dus die negatieve emoties die minder sterk worden. En dan heb je dus meer ruimte voor positieve emoties. Zoals liefde, vriendelijkheid, sympathie. En dit is dus het hele idee van meditatie. In het kort, in de notendop. Dus dat wilde ik vertellen vandaag. Zijn hier nog vragen over op dit moment?